Zo, dat is alweer mooi om je eigen te horen hier op de Dam. Voor de zevende keer. Nationale Tulpendag. Nationale Tulpendag. Aangeboden door alle 500 Nederlandse tulpenkwekers. Ieder jaar proberen wij voor jullie weer een fantastische mooie tuin neer te zetten. Waar jullie zelf jullie eigen bos tulpen kunnen plukken. De ervaring zoals een kweker het iedere dag beleeft. Een tulp pakken, met bollen al uit de grond trekken en afsnijden en thuis op de vaas zetten. Tulpendag 2018, in het thema van de rommel, die. Jullie zien het hier om jullie heen. Fantastisch mooi uitgebeeld door onze architect-ontwerper Stef. Romantiek die ook aansluit bij een film die is gemaakt. Film Tulipani, romantiek, drama, liefde. Ik heb er enorm van genoten. Maar hier Anneke Sluiters, de hoofdrolspeelster van de film, kan ons daar een klein stukje in meenemen. Ik geef het woord aan Anneke Sluiters. Dankjewel, Arjan. Ja, romantiek, dat is een heel goed thema. Oh, kun je mij goed? Ja? Ik ben heel blij dat ik hier vandaag deze tulpenpluktuin mag openen. Ik vind het waanzinnig mooi geworden. Mijn liefde voor de tulp is opgegroeid in Italië, waar we de film Tulipani opnamen. Te midden van ook tulpenvelden en jullie gelukkig is dit te faciliteren. Heel blij daarmee. Het thema is romantiek en ik denk dat het leuk is om zo meteen, als je zo'n bos tulpen plukt, om eens te bedenken welke geliefde of dierbare of kennis, of onbekend iemand, weet ik veel, wie je vandaag kunt verrassen met zo'n prachtige bos tulpen. Ik wens jullie nu alvast ontzettend veel plezier. Dan gaan we nu de eerste bos tulpen plukken en na het plukken van die tulpen zullen wij door middel van de druk op de rode knop de tuin officieel openen. Anneke, Lisa, tulpenmeisje, aan jullie gang. Hier geplukt hebben, dames en heren. Ik zou zeggen, Lisa, Anneke en Lisa, laten we het tulpenseizoen 2018 officieel openen. Yes!